vandaag zijn we hier op school gekomen. We hebben toestemming van de leerkrachten gehad om wat activiteiten te houden met de kinderen, dus de adolescenten. Ja, het is educatie, weet je. En we zijn eigenlijk gekomen om het coronavirus te delen met ze, wat ze al weten en wat ze niet weten. Als ze al zijn gevaccineerd of niet, wat heeft gemaakt dat ze niet zijn gevaccineerd, weet je, dus al die dingen. Daarvoor zijn we eigenlijk vandaag hier op VOJ. Enkele zijn wel enthousiast. Je ziet bij hun mimiek wanneer ze vragen stellen en al die dingen. We zijn wel enthousiast. Nou, weet je, het coronavirus, het blijft niet, het is wereldwijd, moet ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld als je ze nu niet leert dat ze hun handen moeten wassen, dus begrijp ik, dus ik neem aan dat het niet hierbij gaat stoppen. Dus ik heb ze tenminste gezegd dat het erg belangrijk is om hun handen te wassen, regelmatig ook. Als je iets hebt aangeraakt, want je kan nooit weten waar je naartoe bent, of als je iets hebt aangeraakt, weet je. Dus dat heb ik zo'n beetje gedemonstreerd voor die kinderen. Ik heb het gedaan, gedemonstreerd om te zien hoe het gedaan moet worden. En daarna heb ik twee leerlingen gevraagd om het na te doen, om het ook te demonstreren. Ja, ik ben gevaccineerd. Nee, ik ben niet gevaccineerd. Ja, ik ben gevaccineerd tegen COVID, omdat ik anderen wil beschermen. Nee, ik ben niet gevaccineerd. Omdat ik bang ben en vanwege bepaalde dingen dat ik heb gehoord, ben ik niet zeker als ik gevaccineerd wil worden. Ik heb gehoord dat mensen er dood van gaan. Zoals die zwangere vrouwen, als ze die vaccin hebben genomen, kunnen ze last hebben voor hun baby en zo. Wel, sommigen vinden van, wanneer ik ze bijvoorbeeld zeg van ik ben gevaccineerd en ze vonden van ja, het gaat je doodmaken. Over een paar jaren zeggen ze dat het niet goed is. Ze hebben iets net als een chip in je gezet of je kan controleren waar je gaat. En zo, en ik zei ze van nee, ik ben gevaccineerd. Ik ben ook gevaccineerd om die anderen ook te besmetten tegen corona. Ja. Mijn moeder zei dat ik moet gaan vaccineren. Nee, ze zei, is goed, want als je het met een. Als ze gaan zeggen van je moet het nemen, dan lijkt het alsof ze je. Alsof ze je verplichten om het te nemen. En dat is niet goed. Mijn ouders vonden dat, ja, dat het zeer nodig was om te vaccineren tegen COVID en ook die andere doppen schermen. Mijn ouders hebben gereageerd van, ik ben niet verplicht om die vaccin te nemen. Ik ben vrijwillig. Well, ik vind het heel goed dat jullie hier zijn gekomen en ook die anderen te motiveren. En ze ook iets willen ook leren wat ook goed zijn voor ze en hun gezondheid, om ook die andere binnen, al die andere leerkrachten om te kunnen beschermen. Ik ben toch tevreden, want ik dacht in eerste instantie dacht ik dat we niet zoveel kinderen zouden krijgen om mee te doen, maar ik bleef wel in contact met de hoofd der school. Dus ze zei me, het gaat lukken. Dus ze heeft me hoop gegeven dat het gaat lukken om toch activiteiten te voeren met die leerlingen. Nou, ik denk niet dat het hierbij gaat stoppen. Dus eigenlijk moeten we het, als ik het zo moet zeggen, dus hoe we het vandaag hebben gedaan, dus dan komen we weer over 2 of 3 weken zo om te komen evalueren. Wat als ze echt een initiatief hebben genomen of misschien als ze met hun ouders zijn gepraat thuis. Als ze dat prikje moeten nemen, als ze toestemming krijgen van hun ouders. Ja, we komen zeker terug. Het houdt niet hierbij vandaag.